Mensen gaan er altijd vanuit. Ja, Arno is, is altijd 100% gedreven om zijn looptochten te doen en te gaan zwemmen en te gaan doen. Maar niets is minder waar. 70% van de tijd heb ik daar geen dus rust in. Ook, ook jij kent het ja, fenomeen van ja. geen motivatie te hebben. Voilà. Uh, en dan ben ik ja. op zoek gegaan: oké, okay, maar ik wil mijn lichaam wel fit houden. Ik wil wel energiek zijn. Ik wil wel mm -hmm. he, gezond zijn. Ja. Um, en ik ben. Ik loop hè, en ik wandel en ja. ik, ik doe dat allemaal. Maar dan denk, wat is nu een gewoonte wat ik consequent wil gaan inbouwen? En dat is nu eentje van de ja. laatste tijd. Er zijn de verschillende revue gepasseerd. En wat ik merk is, voor resistant bands, ik heb hebt niets nodig. Ja. Buiten de banden. Maar of dat ik dat nu in mijn gewone alledaagse kleren wil doen, mm -hmm. of in mijn sportkleren, that's it. Ja. Dus ik heb mezelf. Dus misschien even, even ja. uitleggen voor de, voor de mensen. Uh, dus wat is een resistance band? Dat is eigenlijk een elastiek die je rond een bepaald gewricht kan doen, of rond een lichaamsdeel. Bijvoorbeeld, je, je doet dat rond je knieën, of rond je bovenbenen, rond je armen, ja. rond je polsen, rond je schouders. En dan doe je een bepaalde.